superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kleintukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. Ook vandaag weer, dus we gaan zo lekker aan de slag. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan even op mijn YouTube kanaal, is helemaal gratis. Maar je helpt mij er wel heel erg bij, want ik zie dat 80% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus ja, dat zou leuk zijn. En vind je het leuk om te beginnen, doe dan vast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Vandaag gaan we aan de slag met een biedermeier. Een biedermeier op orange in een schaal. Mooi voor op tafel in huis. Dus ik begin om een basis op te bouwen met eucalyptus. Ik heb hier echt hele mooie eucalyptus. Wat belangrijk is bij het maken van een biedermeier is dat je draait. Dus elke keer de schaal draait. En dat je goed zorgt dat je de vorm erin houdt. En dat ga ik jullie precies allemaal uitleggen. Ik begin eerst even met de zijkanten af te snijden. Zo is het straks makkelijker om de ronde te houden. Begin ik met de basis op te steken. Je moet dus eigenlijk zorgen dat je de ronde er goed in houdt. Dus echt de schaal volgt. Dat wil dus zeggen dat je hier korter werkt dan hier. Omdat mijn oaseblok wat langer is. Wil je dus een biedermeier maken, kies dan eerst voor een ronde schaal. Want dan maak je het jezelf net iets makkelijker. En dan steek ik er rondom heen. Zoals je ziet heb ik de onderkant al mooi bedekt. En dan gaan we nu beginnen met de hoogtes. Dit ga ik stapgewijs doen, zodat je echt zorgt dat je de vorm er goed in houdt. Zoals je ziet heb ik nou een mooie basis van eucalyptus. De oase is al voor een groot deel weggewerkt en we gaan dus nu beginnen met de bloemen. Ik gebruik hiervoor mooie witte rozen. Die bepaalde hoogte. En zet nou weer lijnen uit. En omdat je een ronde schaal hebt, kun je die lijn aanhouden van de schaal. Het is wel belangrijk dat je de bloemen even goed schuin aansnijdt. Deze zet ik er weer een beetje tussen. En zoals je ziet, krijgt hij al wat vorm. Ik let dus echt heel goed op de verdeling. En blijf de schaal draaien. Dat deze net iets dieper in moet. Het scheelt maar heel ietsje, maar daardoor krijg je de biedermeier straks wel heel strak. De
Dan gaan we nu verder met de freesia's. Ruikt ook nog eens super lekker. En die verdelen we er op dezelfde manier tussen. Dus je kijkt elke keer waar weer een gaatje is en daar stap je hem tussen. Maar let wel op dat je die bolling er goed in houdt. Daarnaast kijk bij de freesia, hij loopt wat meer zo. Dus dat je hem ook goed steekt qua vorm. De schaal blijven draaien, erg belangrijk. De biedermeier krijgt echt al een mooie bolle vorm. Er komt meer een bolletje op de schaal. En dat is dus ook de bedoeling. We gaan gauw verder met de andere materialen. Nu gebruik ik mooie groene duizendschoon. Ook erg sterk. Ik kijk dus een beetje naar waar gaatjes zijn. Maar zorg wel dat er een mooie verdeling qua materialen is. Daarnaast hou ik dus goed die vorm in de gaten. En ik blijf de schaal constant draaien. Om er een klein beetje kleur aan te brengen, gebruik ik deze prachtige Lysianthus. Heel sterk bloemetje en heeft iets een paars randje. Dit doe ik op dezelfde manier en verdeel ik er regelmatig tussen. Zoals je ziet blijf ik de lijn van de schaal aanhouden. Dan ga ik verder met prachtige blauwe distel. Je begint al wat minder ruimte te krijgen, daarom kan het ook iets lastiger zijn om de bloemen goed weg te steken. Maar let goed op dat je de bloemen er goed diep in steekt, zodat ze goed het water kunnen opnemen. Dan ga ik verder met deze prachtige papavers en om er een luxe uitstraling aan te geven heb ik een pareltje in de kop gedrukt. Zoals je ziet geeft het echt een leuk effect. Subtiel, maar wel echt mooi. Deze verdeel ik op dezelfde manier in het bloemstuk. Let dus op dat je die vorm er goed in houdt en de verdeling. En dan als laatste deze prachtige distels. En zoals je ziet is mijn biedermeier al prachtig af. Hij is mooi rond, de bolling zit er heel goed in en dat is dus erg belangrijk. Zorg dus voor een goede verdeling, dat je regelmatig je schaal draait. Ja, en dat je echt die bolling erin houdt, dus dat je hem opbouwt vanuit de basis. Dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. Vind je het nou leuk om hier zelf mee aan de slag te gaan? Hieronder in de bio vind je een linkje. Dan kun je dit pakket bestellen, compleet met bloemen en schaal en alle materialen die je nodig bent.
En vond je dit nou leuk, doe een duimpje omhoog. En abonneer dus, want daarmee help je mij. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!